aan het strand. Piertje bij Zuidhof, een klein piertje. Liggen ongeveer 150 meter in zee, schat ik zo. Dit is de oude pier. Helemaal versleten. Helemaal groen. We zien hier een orgus in de duinen. Die heet de Kattendoren. Dat is grappig, want die heeft van die haartjes op de blaadjes. En dat is door de verdamping. Moet dat een beetje anders zijn dan anders. Gewoon in het zand, jongens. Lopen we wel naar beneden. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dit is de winnaar. Gehaald. De andere. Hier een slootje. Kom. Not quite the Van Gogh of Suffolk. It's very difficult to see the stripes, but not the details. Mm. Yes, I'm trying to abstract yes, it a little to bit. To abstract it, yes. Mm. Dit is onze veerpont over de river Blyth. En daar lijkt wel dat hij roeit, maar er heeft een elektrische motor achter. Er zitten al die... Kijk, nou roeit hij even niet, want hij komt ook gewoon vooruit. Het is gewoon een trucje. Maar als je goed kijkt, zit er een elektromotor achter aan. Het is een soort elektrische fiets, maar dan een elektrische roeiboot. We zitten ook in de veerpont. Maar Marcel, gaan we goed? Onze schipper? Ik heb niet geen inbreng meer. Ja. Pim en Paul. Hey. Gaan we ook, staan we goed zo? Gaan we hebben, we gaan daar rennen. Naar de overkant, jongens, dat is daar. We kloppen op het ja. En hier apparaat. We hebben een elektrische motor gelukkig. Ja, allemaal vissersbootjes met een opslag. Zo, een lekker leven, jongens, dat is cool. Onze privé-stijger, jongens. Dat is niet slecht, hè? Dat is leuk, jongens. Loop je door de polder naar de watertoren? Dat is leuk, hebben ze van die publiek voetpaden. En daar komen we vandaan. Dan zie je zo'n paadje helemaal midden door het land. Leuke huisjes hier zo in Zuidhof. Een oude bus al. Een actie, want er is een gevaarlijk kunst. Ze staan daar helemaal klaar, staan op te bellen. En onze drenkeling is daar. Hij haalt net niet het reddingsgebied, dus misschien heeft hij pech. Gaat onze redding. Volgens mij spoelt hij al verder. Hij is echt moe, die zwemmer. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Oh, hey, daar gaat hij. Ja, ik heb hem. Ah, het is goed. No smoking. De familie zit er. Helemaal snappen doe ik het niet. Nou, redding was gelukkig niet nodig. Toch maar een beetje trainen. We hebben hier een waterklok. Elke seconde die telt. Ondertussen loopt het water naar beneden. Dan zitten ze lekker in bad. Water door. De vanger is het op, geloof ik. Ja, dat is een glas. Dan lopen naar beneden. Oh! Gebeurde wat? De bloemetjes staan erin. Oh, de bloemetjes die komen op vanwege het water. Wij gokken dat de broeken naar beneden zakken dadelijk. Dus dan blijven we wel even wachten. Dat is waterrooien in mijn ogen, maar ja. Ja. Dat kan soms niet. Heb je ook een gat in je hand? Je kan gewoon je geluksdubbeltje liggen hier. Als het hier ligt, heb je geluk. Er staan spreuken van allemaal mensen. Dat ze iets gelukkigs hebben ofzo. Nou, eigenlijk niet. Hier wordt het Etnumspier gemaakt. Grote destilleerderij. Nou, dat moet er zelfs zo op. Hele grote destilleertoren, zien jullie dat ook? Gaan we dadelijk drinken. We staan hier bij River Blyth en het is hoog water. We zien de stroming naar binnen komen. De stroom nog niet zo heel hard, een knoop of drie denk ik.